3, 4, 5, 7. Zie je? 7 wel. 4, 3, 2, 1, 1. Welkom bij het nieuws van TV Rijnmond. Met vandaag in het belangrijkste nieuws: een aanvaring tussen een watertaxi en een sloep vol toeristen, waarbij meerdere mensen gewond raakten. Het had een prachtige dag moeten worden. Met dit historische sloepje ging schipper Ben de Nieuwe Maas op, zoals hij dat wekelijks doet met groepen toeristen. En zo ziet de boot er nu uit, van de bodem gevist, na een enorm harde klap met een watertaxi. Alle passagiers van het toeristenbootje komen door de klap in het water. Meerdere mensen raken gewond en lopen botbreuken op, zoals de schipper zelf. Maar hoe heeft het ongeluk nu precies kunnen plaatsvinden? We hebben zoveel mogelijk betrokkenen gesproken. En zoals het er nu naar uitziet, is de sloep met toeristen daar vandaan onder de Erasmusbrug vandaan gekomen. Deze kant opvarend richting het Noordereiland om uiteindelijk te kunnen oversteken richting de Leuvenhaven. Op dat moment kwam er ook een watertaxi aan, volle vaart vanaf de Willemsbrug. Uiteindelijk kwamen ze elkaar precies hier midden op de Maas tegen om zo tegen elkaar te botsen. Nou, toen zijn er mensen overboord geslagen. Natuurlijk enorme paniek. Zeker omdat de watertaxi echt aan de achterkant binnensloeg. En dat was ook waar de schipper zat en nog enkele andere passagiers. Dus de verschrikkelijke schrikreactie. Aan de bewuste watertaxi zelf is weinig te zien dat er een ongeluk heeft plaatsgevonden. Het is niet de eerste keer dat de watertaxi is betrokken bij een ongeluk. Voor schipper Willem Post, die naast deze grote boot ook een kleine sloep had, reden geweest om te stoppen met zijn rondvaarten op de Maas. We hebben gewoon maling aan, het zijn gewoon cowboys. Klaar, cowboys met een bootje. Ja. Kijk, wij zijn keurig nette mensen. Wij willen onze mensen netjes laten genieten van Rotterdam. Ik ben een ware ambassadeur voor onze stad. Ik vertel iedere dag alles over Rotterdam. En dat is niet meer mogelijk. Wij moeten gewoon stoppen met varen, want we kunnen zo niet door. De eigenaar van de watertaxi zelf ziet dat toch heel anders. En natuurlijk is het af en toe zo dat je dat beeld krijgt dat het cowboys zijn, maar het zijn het echt niet. Ze realiseren zich als geen ander dat met passagiers varen dat het een hele grote verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Verder zeggen ze erg geschrokken te zijn van het ongeluk. Het havenbedrijf Rotterdam erkent dat de veiligheid door de toename van het drukke scheepvaartverkeer op de Maas in gevaar kan komen. We zien het aantal passagiersvaarten toenemen in de Rotterdamse haven. Dus ik wilde niet wachten tot incidenten. Daarom heb ik ruim een maand geleden een brief geschreven naar alle aanbieders van passagiers rondvaarten. Dat ik dit jaar strikt ga toezien op naleving van de vaarregels. Ja. Ah, die brief heeft in ieder geval niet geholpen. Niet in ieder geval van gisteren. In dit geval helaas niet. Nee. Dan gaan we nu verder met het overige nieuws van vandaag. Sparta staat in de finale van de play-offs na een 2-2 gelijkspel tegen FC Dordrecht. Het was een krankzinnige derby, want afgelopen donderdag werd het 2-1 voor Sparta. En dus ja, stond Sparta eigenlijk al met één been in de finale ronde. Maar goed, Sparta kwam vandaag al heel snel op een 2-0 achterstand. En toen had Dordrecht de beste papieren om die finale te halen. Na rust werd het 1-2. Het werd dus 2-2 in de slotfase. Ja, was het heel erg spannend. Had ook Dordt zomaar nog de winnende treffer kunnen maken. Sparta speelt in die finale tegen Emmen. Want Emmen was over twee wedstrijden beter dan NEC. En dus is het komende donderdag in Emmen is het Emmen tegen Sparta. En dan volgende week op het kasteel Sparta tegen Emmen. En dan moet Sparta in de Eredivisie blijven. De eindexamens beginnen en dat betekent keihard blokken voor duizenden scholieren in het voortgezet onderwijs. De een is blij met een voldoende en de ander wil hoge cijfers scoren. Zoals de 17-jarige Jelle Knibbe uit Capelle aan den IJssel. Nee, ik ga voor cum laude. En voor wiskunde wil je zelfs een 10 halen? Ja, dat heeft een andere reden. Ik heb een afspraak met mijn docent. Als ik een 10 haal op mijn eindlijst, dan krijg ik €250 van haar. Zo? Ja. En hoe groot is die kans dat dat gaat lukken? Kansberekening is eigenlijk wiskunde A. Ik doe wiskunde B, maar ik denk 50-50. Spannende tijden dus. En niet alleen voor deze wiskundeknobbel, voor alle leerlingen en hun ouders. Tuurlijk. Je laat je zoon 's ochtends de deur uitgaan en hoop je maar dat hij het goed doet. En dat hij ook weer terugkomt vol goede verwachtingen en hoop en trots. En reken maar dat de pot thee al dampend op tafel staat. Want we gaan natuurlijk wel even napraten. Reken maar. En uw zoon is ook nog eens een keer een bolle boos. Een 10 voor wiskunde wil hij halen. Ja, nou, alles begint met willen, zeg ik. En door het te willen ga je er ook naar werken. En hij heeft het eerder gepresteerd, hoor. 10 voor toetsen en zo. En dat was ook al een hele prestatie. Dus ik acht het niet helemaal onmogelijk. Echt niet. En of Jelle inderdaad zo slim is,
nemen we de proef op de som met een examenopgave. Hoeveel tijd heb jij daarvoor nodig om die op te lossen? Deze, een paar minuutjes. De tijd loopt. Ja, het is voor mij meestal wel makkelijker om goede cijfers te halen dan voor mijn klasgenoten. Maar die 10 is natuurlijk wel wat extra's, dus daar ben ik nu wel echt hard voor bezig, dat wel. En wat ga je straks doen met die knappe kop van je? Ik ga civiele techniek studeren aan de TU Delft. En die 250 euro, ga je die kapot slaan in de kroeg? Ja, dat weet ik zo net nog niet. Misschien een nieuwe seizoenkaart voor Feyenoord van koop. Dat was hem. Ja, kan je even de oplossing controleren op de volgende pagina? Nou, dat klopt wel. Chapeau. En alle eindexamenscholieren succes gewenst. Het hele weekend konden molens worden bezocht tijdens de Nationale Molendagen. Bijvoorbeeld hier, hier in Schiedam, hebben ze de grootste molens ter wereld. Ooit stonden er meer dan 30. De meeste maalden graan voor de jeneverproductie. Tegenwoordig staan er veel minder dan vroeger. Ja. 1, 3, 4, 5, 7. Zie je het? 7 wel. De 7 Schiedamse molens doen het ook nog steeds. Graanmalen doen ze niet allemaal meer, maar verder kunnen ze nog net zo draaien als een paar honderd jaar geleden. Ja, de oude dame moet even op gang komen, maar je ziet het, hij doet het. Henk is molenaar van de Walvis, een molen van bijna 17 meter. De molens van Schiedam zijn de grootste ter wereld en dat is ook niet voor niets. Ja, nou ja, kijk, u ziet de bebouwing hier zo en de molen heeft natuurlijk wind nodig, anders draait hij niet. Dus dat is ook de reden dat ze de molens hoog gebouwd hebben, zodat ze boven de bebouwing de wind vangen en dus kunnen draaien. Vandaag is ook een groep vluchtelingen uit Schiedam naar de Walvis gekomen. En dat vinden ze... leuk. Zo'n kans laat je niet schieten om de nieuwkomers te laten zien hoe mooi Nederland is. En hoe oud die molen in Schiedam zijn. Nee, oh eng. Ja, zo'n eerste bezoekje aan de molen kan best eng zijn. Maar er is één iemand die daar nooit last van heeft, de molenaar. Heeft u nou geen last van hoogtevrees? Nee hoor, dat gaat heel goed zo. Zolang ik maar achter het hekje blijf. Carmen was een heel vrolijk meisje, enthousiast, stond prachtig in het leven. Dus, supermooie meid. Het was in 2010 december, had ze heel erg pijn in haar hoofd. 1, 2 dagen achter elkaar en dan de derde dag dan sprong ze weer over alles heen. Maar elke keer kwam het toch wat terug. Ja, we hadden totaal geen gedachte van dat ze ziek kon zijn. Ze zijn naar het ziekenhuis toe gegaan en dan 2 uur later dan krijg je te horen dat ze een hersentumor heeft. En dan is je leven, ik kan niet zeggen voorbij, maar je leven is even helemaal kapot. Ik hoor ze nu gewoon nog steeds lachen. Dan Marianne die reed ons achterna met de zussen, de schoonzus. Die vloog ons achterna waar wij op fietsen waren. Het raampje was open en dan hing ze uit het raampje en lachen en zij vonden dat echt helemaal te gek. Tot haar vader op een racefiets zat, dus dat was gewoon heel mooi. Dat heeft ze heel mooi beleefd, heel mooi, geweldig volgens het. 216 man daar. Hoeveel? 216. Nee. Ja. We wilden geld ophalen voor... voor ons doel hadden we toen gingen fietsen stop hersentumoren. En toen zaten we aan tafel en hebben we gezegd, we gaan fietsen. We doen een berichtje op Facebook, wie gaat er volgende week zaterdag mee? Nou, die dag regende het, die zaterdag. We reden hier vandaan, we dachten, als we dan eens 10 man hebben, dan is dat wel leuk. En dan gaan we een rondje doen en dan kijken we wel hoe het wordt. En toen kwamen we aangereden bij de Staver in Middelharnis. En toen stonden daar 80 man. En dan val je om. Dat had je helemaal niet verwacht. Die dag heeft het zo ontzettend geregend. Dat is ongelooflijk geweest. Maar we hebben gefietst, we hebben met 80 man gefietst. En toen hebben we gezegd, dit mag nooit meer verloren gaan.
is een prachtige dag. Hij is voor mij natuurlijk heel emotioneel. En voor mijn vrouw ook, voor Marian, is die gewoon emotioneel. Wij ontmoeten mensen. Dat is gewoon heel bijzonder. Dat is echt heel bijzonder. Ze zou trots op jullie zijn, hè? Ah, dat weet ik. Ah, ze reist die dag mee met ons en ze is gewoon super trots. Dit was het nieuws van TV Rijnmond voor vandaag. Bedankt voor het kijken. Voor meer nieuws kijk uiteraard op onze website www.rijnmond.nl of raadpleeg de app. Fijne avond.